Ja, ik bedoel maar, ze verrassen je waar je bij staat. ACDC, artiest van de maand. Ja, voor ons ook redelijk verrassend dat hij het ineens werd. You shook me all night long. Ik moet eens even kijken of ik er wel een plaat van heb. Ja, Thunderstruck was de hoogst genoteerde in de top 2000, hoorden we net, hè? Dat denk ik wel. Dat bedachten wij net. Ik hoorde ook dat Guus Meeuwis, Brabant, hoger stond dan het hoogste Beatles-nummer. Waarom? Dan doe je dus eigenlijk al niet meer mee. Dag of wel? En zeiden ze ook nog op de radio, zeiden ze ook nog, ja, nee, want eigenlijk iedereen in Brabant wil dit als volkslied. Nou. En toen riep ik heel hard naar de radio, nee, dat is alleen in Oost-Brabant. Ja. Maar dat kwam niet door. Nee, ik heb dat niet zo heel erg. Ik word een scheidje van die vent. Dus Meeuw is. Man, schrikkelijke vent. Beetje, nou ja, laat maar. Laten we dat een leuke ding hebben. We gaan de tijd noemen, 12:08. Als je de klok niet gelijk hebt gezet, doordat je de horloge kapot is gegaan, door je hem gevallen bent met oud en nieuw werken. Dat zou ik nu de klok gelijk zetten, 12:08. Ja, dat was ineens op Oudjaarsdag een leuk verhaal voor meneer Brood en zijn trouwcompagnon Vrede. Ja. Geef ons brood en vrede. Was het ineens voorbij. Het kwam, denk ik, voor iedereen van buitenaf onverwacht. Maar van binnenuit? Maar ik denk niet dat dit echt als een... De timing. Ja. Waar ik me dan afvraag. Hè? Kijk, zeg maar. Ik sta in principe achter de keuze dat Brood zo'n congé heeft gehad. Ik bedoel, daar kun je heel veel dingen over zeggen. Maar, hè, en het is weer een trainer, dat klopt. Maar je zag, dit matchte niet. Dus dan moet je, uiteindelijk moet je die stap zetten. Mm. Alleen Oudjaarsdag is dan wel weer... Een beetje domme timing, ja, hè? Ja, het is weer, zeg maar, de vorige keer met dezelfde mevrouw Edelenbos en de directie, weet je wel, die dan Penders via de telefoon ontslaan. Via een mailtje, toch? Via een mail en dan nu dit weer op Oudjaarsdag. Dan denk ik, hè, de stappen die je zet, die zijn uit te leggen, maar dit verdient allemaal weer niet de schoonheidsprijs. Dat is allemaal niet zo netjes, hè? Nee, en vooral niet voor iemand die, voor mij lap je er 120 euro per uur voor mevrouw Edelenbos. Die zou toch inmiddels wel een beetje moeten weten dat dit niet de manier is waarop je ook... Je moet ook kijken, want dit is nou de tweede keer dat je dit doet. De volgende trainer die erin moet stappen... Je denkt ook wel van, lekker vriendelijk daar. Ze doen het allemaal heel bijzonder netjes allemaal. Ja. Nee, ze hadden het ook voor kerst kunnen doen. Maar dan zeggen ze van, ja, IJzerga die roept... Ja, dat kon allemaal niet qua timing en moeilijk bereikbaar. Weet ik wat het allemaal was. Ja. Ja, wat moet je daar nou weer van vinden? Ja, moeilijk bereikbaar. In deze tijden, hoe bedoel... Ik mag toch leiden, hè, die elkaar iedere dag op de club zien. Of dat die er zijn mensen met de kerstverlof. Maar dan nog, dan kun je toch wel via de app dingen. Of je belt iemand en ja, jongens. Ja, of je doet, kijk, hè, met kerst is misschien ook weer wat cru. En natuurlijk, hè, de timing is altijd... En wat mij dan wel weer verbaast is dat van tevoren iedereen op social media roept... Ah, Brood moet eruit. En dan wordt hij eruit gegooid. En dan is het in één keer, slaat voor de... Ja, maar ja, dat is optimisme. Volledig om. En het is wel dubbel, hè, maar je merkte wel aan allerlei geluiden dat het in de selectie niet helemaal lekker was naar de trainer toe. Hij krijgt ze ook niet echt aan de praat. Maar hij wisselt heel erg veel. Ook wel eens noodgedwongen door blessures, maar ook wel vaak door dat hij gewoon wisselt. Ja. Eens schuren rechtsback, ja, dat kan, maar dat vond ik dan niet zo heel... Er viel nog eigenlijk niet eens tegen trouwens uiteindelijk, maar ja. Mm-hmm. Nou, ik vraag me dan ook wel eens af, hè, want daar irriteer ik me dan enorm. Maar dan vind ik sowieso dat vrouwen of dochters of neefjes of nichtjes van trainers... Die moeten in principe... Dat social media hou je toch niet tegen. Nee. Maar dan krijg je dus weer zo'n verhaal op social media. En dan denk ik, wat als nou bijvoorbeeld de vrouw van Schouten? In die week dat hij eerst op de tribune zat, toen op de bank en dan in de basis. Als die nou, los. Als die nou zo'n bericht had gemaakt, dan was hij waarschijnlijk 2 weken uit de selectie verwijderd. Ja, ja. Laat iedereen gewoon. Ik snap dat je geëmotioneerd bent. En zelf maar dat zet je dan niet zo op Facebook. Nee, hè? En ook wat hij zelf zegt, en daar krijg ik ook altijd weer zo'n enorm. Is dat hij dan zegt, mijn verhaal, ik kom later wel een keer met mijn verhaal. Nee, doe dat dan meteen. Doe dat dan nu maar. Als je een goed verhaal hebt, dan zeg je het meteen. En dan ga je niet, ik kom later, want dan heb je eigenlijk niks. Nee. Dan heb je dus in principe gewoon niks om terug te zeggen. Maar dan wil je wel een beetje de spanning erin houden. Het is wel een flinke kras op Brood zijn blazoen. Hè? Want de kroonprins die ze al heel lang wilde hebben. Nou, die heeft het ook al drie kwart jaar volgehouden. Het zegt ook wel iets over op de achtergrond, Ben. Zeker. Dat we nooit een keer kunnen bouwen aan wat Sjoerd Mansour schreef. Nooit kunnen bouwen aan een echt fundament. Nee. Daar is geen tijd voor. En ik weet, we zijn allemaal opportunistisch ook. Maar je moet op een gegeven moment wel een keer een keuze maken daarin, denk ik. Ja. Nou ja, en dan blijf je nog maar een keer in die keukendivisie. Nou een jaar. Dat gaat waarschijnlijk toch gebeuren. Dat gaat toch wel gebeuren. Alleen, kijk, hij is natuurlijk ingestapt eigenlijk zonder de steun al van dat technisch hart. Wat natuurlijk al heel raar is dat iemand... Ja, dat is ook vreemd. Instapt, dat hoort dan al niet. Dus of je hebt het technisch hart al laat aangesteld. Of je geeft ze geen macht, maar ja, dan hoef je ze ook niet aan te stellen. Dan is het gewoon een schijnconstructie, lijkt mij dan. Ja. Maar dan zit hij er en je zag gewoon... Ah, de spelersgroep die pruimt hem niet meer. Er gebeuren in en van het veld af toch dingen. En daar gaan verschillende geruchten er rond over. Daar gaan we het niet over hebben. Maar dat zijn natuurlijk wel allemaal dingen die niet heel veel draagkracht met zich meebrengen binnen een organisatie. En als je dan vervolgens ook nog
bij een selectie waarvan... Nou, nu wordt er ook ineens gezegd, die selectie is niet goed voor. Maar die selectie, die heeft in de eerste 6 wedstrijden hebben ze bijna alles gewonnen. Ja, dat vind ik echt onzin. Dus dat is bullshit. Dus met deze selectie moet je makkelijk tweede kunnen worden. Want ze zijn kwalitatief gezien gewoon sterker dan misschien niet dan Cambuur. Maar de rest komt er toch wel aardig dichtbij of ga je eroverheen. Nou, Cambuur is misschien wel het beste van alle... Ja. Maar tenminste, qua tegenstander die ik hier heb zien voetballen... en qua stabiliteit zijn zij denk ik de beste. Ja. Op dit moment. Maar daaronder, ja, daar horen we wel bij. Ik wou net zeggen. En je staat, als je nou 2 wedstrijden wint, dan sta je gewoon weer boven. Dan sta je gewoon tweede of derde. Dus ja, hè? Maar er zijn zoveel gronden om dit ontslag wel te rechtvaardigen. Natuurlijk, de timing is vervelend. En het is nooit leuk als iemand ontslagen wordt. Hè? Dat begrijp ik niet verkeerd. Maar nou ja, ik denk dat iedereen die zich wat meer verdiept in NAC hier zich toch wel in kan vinden. Toch? Ja, dat denk ik wel. Maar ik vind het ook wel jammer. Wanneer is Van der Gaag ook weer ontslagen? Was dat ook een beetje halverwege? 9 maanden geleden. Ja, dat was misschien 9 maanden. Maar dat was niet in de winterstop of in de zomerstop. Ja, dat was in maart. Dat was ook echt midden in de competitie. Ja, dat was zo februari, maart. Ja, dus dat was net na de winterstop. En dat was eigenlijk te laat, hè? Te laat, ja. Dat was eigenlijk te laat. Met brood had je, dan kregen we dus echt zo'n soort tussenpauze. Eind maart. En die heeft toen begon hij wel aardig. Maar ja, hij kon niet meer recht. Daar gaf iedereen hem credits voor. Van nou ja, dat kan ook met die selectie. Die krijg je zomaar ineens binnen. Probeer het maar. Nou, maar de nieuwe selectie, deze krijgt hij ook niet echt aan de praat. Tenminste, de eerste 8 wedstrijden draait het wel. Maar er is denk ik iets gebeurd in de club of in de selectie... waarvan je denkt, daar waar ook niet helemaal de vinger achter krijgt. Nee. Daar lopen dingen niet lekker. Ja. En wat ik ook raar vind, en dat die kaart wordt nu gespeeld... ook door dat kamp van brood. Er zijn spelers gehad en je hebt daar niet over mee mogen beslissen. Mm-hmm. Maar je verlengt wel. Want je hebt nadat je de selectie zag, heb jij de beslissing gemaakt om te blijven. Ja. Dat is niet daarvoor gebeurd, want ze hebben er ongeveer 3 maanden over gedaan. Dus bijna zo ongeveer toen de competitie begon. Toen zei hij, nou, ik blijf wel. Dus hij wist donders goed wat het materiaal was. Dat klopt. Dan moet je niet achteraf lullen van, joh, hè. Nee, ik heb niet mee kunnen. Die spelers zijn niet goed genoeg. Je moet zeggen, trek de steken eruit in mijn weg. Ja. Maar hij heeft lang gewacht, hè, toen. Ja. Dat klopt, hè, want zat hij in, weet ik waar hij allemaal zat, maar... En laten we het wel wezen, in de eerste paar weken van de competitie liep het elftal... Hè, toen natuurlijk had je geluk. Ja, je hebt een paar geluk gehad, hè. Ja, zeker. Ja. Maar het liep op zich best aardig. Ja. Hè, en, maar je ziet... We waren blij verrast. Ja. Na vorig seizoen. Nou ja, zeker. Ja. En ik denk wel dat, kijk, hè, in de afgelopen... Kijk, Brood is natuurlijk een goede trainer geweest altijd. Alleen, Brood is wel een man die, denk ik, niet helemaal vooruit loopt in het gebruik van moderne technieken. Mm-hmm. En dat is wel iets. Kijk, net zoals de jongens die op een 14e, 15e bij een profclub komen nu... die zijn gewend dat ze systematisch beter gemaakt worden... door gebruik van moderne techniek. En Brood heeft dat niet onder controle. En daarvan krijg je vanzelf ook spelers naar je toe. En die dan gaan zeggen van, joh, maar coach... waarom doen wij dit niet? Waarom wij dat niet? Ja, dat zijn discussies, hè? En als hij dan vervolgens pertinent de deur dicht houdt... Ja, dan verlies je vanzelf draag. Zou het zo zijn? Dat, zoiets? Nou ja, er komen er bijvoorbeeld wel weer jongens. Die jongens van Ilić, die hebben natuurlijk wel zijn wat een beetje reuring. Althans, zo staan ze dan bekend. Hè, zo wordt dat gezegd. Ik kom FC Atomumland natuurlijk ook. Ja, maar die komen wel ook een beetje van de beste voetbalacademie van de Balkan, zeg maar. En die hebben toch ook wel een bepaald niveau trainers. En die hebben het idee van, nou, we worden in de jeugdopleiding beter gemaakt... dan dat we hierdoor de zogenaamde profcoach worden verbeterd. Ja. En Ilić met name ook, die heeft al ook wel eens een paar trainingen hebben gezien, die weet wat er mogelijk is bij een Manchester City. Ja. En die heeft het gevoel van, ja, hey, elke maand dat ik hier geen progressie maak, dat is voor mij. Dat is voor mijn verlies. Ja. Die gasten, er zit zoveel potentie in. Althans, die worden wijsgemaakt dat ze zoveel potentie hebben. Dat zal ook wel. Maar die willen gewoon elke maand voelen dat ze progressie maken. En dat elk jaar dat ze bij NAC zitten worden uitgeleend. Dat ze een stap vooruit kunnen maken. En als ze zoiets hebben. En ze worden daar niet in begeleid. Ja. Of niet in gecoacht, omdat de trainer die bagage net niet heeft. Ja. Het feit dat net zoals de Rauwelaar en Willem Wijs, die trekken volledig hun eigen plan. Ja. Dat is toch wel heel raar. Ja. Binnen die staf. Dat er dus in principe eigenlijk gewoon binnen die staf al 2 kampen bestaan. Dat kan niet, hè? Over de vorm van training die gegeven moet worden. Ja. En dat is voor die spelers natuurlijk ook tamelijk vervelend. Ja. Want ja. Als je nou heel lang terugkijkt, hè, toen Brood werd aangesteld in april, volgens mij 1 april zelf. Ja, toen was er al zoiets van, wordt het dit wel met de nieuwe directie? Ja. Toen had, volgens mij waren er toen al wat sceptische geluiden te horen vanuit Tom van der Beelen. Van der Beelen was toen nog officieel die was nog niet officieel, maar wel de nieuwe directie zat er al. Die hebben wel een gesprek al gedaan, hè? Ja. Toen zaten er al wat twijfels, hè? Ja, of het helemaal boterde tussen de mensen. Tom van der Beelen heeft dan wel de concessie gedaan van... Oké, dan zingen we inderdaad het seizoen uit met deze trainer. Maar die wilde uiteindelijk voor Fred Grim gaan. Dat was toen al publiek geheim van... Nou, dat was een van de redenen dat de verlenging ook zo lang duurde. Hij was niet de eerste keus. Er werden door wat krachten, zeg maar... Niet alleen tussen Tom van der Beelen en Ruud Brood. Er werden andere krachten werden ook... werd eraan getrokken. Daarom duurde het zo lang.
Fred Grim is dat eigenlijk niet geworden. En daar heeft Tom van der Beelen geen voet bij stuk gehouden. Maar dat is ook het hele probleem met NAC, hè? Er zitten mensen. Er zitten veel te mensen mee. Er zijn mensen technisch directeurtje aan het spelen die geen technisch directeur zijn. Ja, en bedoelt u al die stakeholders, zoals Luc IJzerga ze noemt? Er zijn allerlei lui die ook met de geldzak lopen te zwaaien. Ja. Die praten allemaal mee, maar als je 100 mensen mee laat praten, heeft iedereen weer een andere mening. Die hebben twee keer per jaar maken ze zich druk vanaf een golfterrein in Zuid-Afrika. maken ze zich druk over wat er gebeurt. En de rest kijken ze er bijna niet naar om. Ja, met een zak geld met alle. En daar zijn we heel dankbaar voor. Maar dit is niet. Dat is niet de manier eigenlijk. Zeg maar. Of het is ook niet fijn werken voor een echte technisch directeur. Van, natuurlijk niet. Met allemaal die lui die meekijken en die allemaal wat van vinden, lijkt de Tweede Kamer wel, zeg maar. Ja, maar de mensen die dus operationeel op de vloer de club moeten leiden, die zwemmen een beetje in een vacuüm. Ja. De uitvoerende mensen. Ja, dat is heel lastig opereren, hoor. Ja. Nou ja, dat moet eigenlijk, maar dat is eigenlijk wel het verhaal. Dat moet eigenlijk op een gegeven moment veranderen. Ik heb een tijd bij een bedrijf gezeten en mijn directeur woonde in Dubai. En die kwam één keer. Ja, die moest de helft van het jaar plus één dag. Belastingtechnisch, ik zal de werkgever niet noemen. Dus wees niet bang, blijf dus het is. Nee. maar die was dus de helft van het jaar was die weg. En dan was die ook wat slechter bereikbaar. En dat was wel een man die nogal zijn stempel drukte op de manier waarop hij wilde dat de organisatie geleid. Maar hij was niet zo goed bereikbaar. Dus in dat half jaar dat hij er niet was, werden er dus geen beslissingen gemaakt. Oh ja. En dat zie je bij NAC ook wel terug. Ja, dus dat er zijn heel veel mensen die durven uiteindelijk een knoop niet door te haken, omdat er een aandeelhouder dan. Nou ja, die is kan, er even niet. Ik kan rücksichtloos zeggen: van, joh, je hebt een beslissing gemaakt die ik niet wil, dan flik je eruit. Ja. En want zo, met alle respect, maar zo acteert hij natuurlijk wel. En als daar vervolgens ook nog een coach rondloopt. Nou, die zich al helemaal nergens iets van aantrekt. En ook zijn stempel wil drukken op zijn organisatie. En dan zitten die mensen op kantoor en in die staf wel klem tussen twee krachten waar ze allebei niks tegen kunnen doen. Ja. Ja, dat werkt niet. Je kan alleen hoofdkaartverkoop en eigen beleid voeren. Ja. Maar dat doen ze toch wel. Dus. Die hebben weinig. Ja, die zitten altijd vol. Dus, dat bedoel ik. Nee, die heeft minst probleem. Zeg maar. Die hoeft alleen elke vrijdag zo dat bordje sold out om te draaien. Zeg maar. Ja, dat is wel de fundamentele verhaal bij NAC. Dat je die aandeelhouders, daar moet toch iets mee gebeuren, hè, op termijn. Ze zijn weer blij dat ze het NAC hebben gered ooit. Maar er zijn gewoon veel te veel van die mensen die meepraten nu. Ja. Dat is een probleem. Nee, dat is zeker een probleem. Maar daar kun je weinig aan doen. Hey, maar ik wil ook even naar. Want Vrede en Brood zijn dus weg. Vrede had hij meegenomen. En daardoor is toen Penners ook geslachtofferd, meen ik. Ja. Omdat hij eigen staf meenam. Ja, dat was blijkbaar een voorwaarde. Dat was toen, hè? Penners dan plaats maakte. Ja. Nu meneer Willem Wijs zit al langer bij de club. Van jeugdtrainer af opgeklommen naar staf van bij het eerste elftal. Die mag het overnemen. En dat is wel een. Ja, dat is wel een moderne trainer. Zeker. Dat is wel een echte prospect, zeg maar. Maar die gaat het niet helemaal overnemen waarschijnlijk. Want hij zal misschien de papieren missen die hij nodig heeft voor hoofdtrainer 1. Hij is nu bezig in zijn opleiding. Hè? De UEFA Pro licentie is hij nou mee bezig. Hij is in mei, eind afgelopen seizoen mee begonnen. Samen met Rob Penders, notabene. Dat is volgens mij duurt een jaar. Maar je mag wel met een UEFA-licentie mag je wel 3 maanden. Okay, en misschien een stukje dispensatie. Daarna mag je het seizoen uitzingen. Maar zou je het seizoen uit kunnen zingen? Zouden we dat moeten doen? Soms mag het. Ja. En als het nou zou beginnen en 3 maanden, ik maar vooruit. En misschien nog een maandje dispensatie met een hele speciale regeling. Dan mag het. Maar je moet afvragen of dat je het wil. Je moet wel iets meer op basis van toekomstvisie. Moet je wel even een trainer hebben die al wat enige ervaring hebben. En de spelers moeten ook weten waar ze aan toe zijn. En ik denk persoonlijk echt wel dat Willem Wijs echt wel een toegevoegde waarde voor de club. En die nu voor de leeuw gooit. Ja, die moet je wel houden. Je gaat hem het seizoen af laten maken. En we vliegen er bij wijze van in de eerste ronde. Dan kan hij ook weer inpakken. Ja, maar dat moet je niet willen. Moet je niet willen met hem. Wordt alleen maar beschadigd. Maar die jongen, die gast heeft wel potentie. Zeker. Een goede assistent bij NAC zit je al een tijdje binnen. Die kent de club nu inmiddels ook. Staat goed bekend inmiddels. Ja, die moet je niet beschadigen. Nee, je moet nu eigenlijk als een trainer komen gewoon zeggen van joh, luister, natuurlijk, je moet een stok achter de deur, want er moet gepresteerd worden. Maar ook al zou je dit jaar niet promoveren, dan hoef jij nog niet bang te zijn voor je stoel. Nee. Er moet een beetje rust in de tent komen. Juist. En je moet nou gewoon een man zoeken die veel beter past bij jonge spelers. En wat Mitchell van der Gaag had natuurlijk een wat vervelende selectie voor zijn doen. Behoorlijk. Je had ook wat oudere spelers. Een paar BV'tjes op het veld. Nou ja, ik denk dat als Mitchell van der Gaag voor deze groep had gestaan, was het wel anders. Dat was anders gewoon. Ja. Dus ze moeten. Ja, en dat is gewoon iedere keer. Ze maken gewoon iedere keer de verkeerde beslissing. Ja, maar is Brood niet gewoon een goede assistent ook? Dat weet ik niet. Want die heeft bij andere clubs, bij PSV heeft hij assistent gespeeld. Ja. Bij NEC was hij wel hoofdverantwoordelijk, dacht ik. Ja, maar RKC en NEC toch gepromoveerd. Ja, dat deed hij toch wel. Er is toch wel iets keer goed gegaan. Ja. Maar de omstandigheden waarin hij terecht is gekomen, of waar hij zich in terecht
even laten komen ook. Ja, ja dat pakt er niet goed uit, dat blijkt. Ah, en ik denk dat ook, kijk, NEC en RKC, dat is inmiddels een jaar of 4, 5 geleden. Ja. Denk ik, hè? Ja. Tijden in 5 jaar zijn veel veranderd. Ja, er is veel veranderd. Een ouderwetse trainer kan wel, dat zie je nou bijvoorbeeld bij Dick Advocaat. Die is wel heel ouderwets. Dat is een man met statuur. Ja, maar ja, dat is gewoon een staatsman in het voetballen. Precies, en daar luisteren jonge spelers automatisch. Als Dick Advocaat en een jong ventje zegt, jij springt, dan springt zo'n ventje. Maar, terwijl hij zelf komt niet meer van de grond af. Ja, maar Ilitje denkt, hoe de fuck is Ruud Brood? Brood, maar Dick Advocaat kent hij. Dus dat is ook al een verschil. En ook Dick Advocaat doet niet al de veldtrainingen zelf. Nee, dat doen allemaal niet meer. Dat kan hij niet meer. Die vullen we niet meer vol, denk. Nee, maar die man is 70 geweest, laten we wel zijn. Misschien krijgen we Aad Mos wel. Nou, Aad je afkoop zo. Ja. Nou, dat, die kennen ze ook wel, maar of die nou moet nemen, hè? Ja, die kunnen we voor de analyses doen. Kan heel goed volgen. Ja. Steek ik persoonlijk zijn banden lekker iedere keer als hij natuurlijk. Oh, maar jij dat? Oh, okay. Ja, we hebben een plaat gevonden. Ja, een beetje heel zachtjes. Een afscheidsplaatje. Ja, hij heeft wel al. Ja, Ruud Brood is wel, ik vind nog steeds, was bij, als speler was echt wel een mannetje waar je, ja, ik vond wel goed altijd. En het is wel een, eigenlijk toch ook een nakker op die manier. Maar ja, het is niet gelukt. Dus hij heeft alles geprobeerd, maar niet gelukt. Vaarwel. Alles voor het goede doel. Ruud, ga je goed, jongen.